Paddy Kaf kan verschillende alternatieven hebben voor de rijstboeren in het district Nikeri. Onze nieuwsdienst bracht een bezoek aan het rijstdistrict en bezocht enkele rijstboeren. Volgens rijstboer Harry Umrouw verkopen de boeren na de oogst hun paddikaf aan een opkoper. De rijstboeren hebben op dit moment geen andere keus dan verkoop, ondanks zij verschillende alternatieven van het gebruik van de paddikaf met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben gedeeld. Nu wordt het gewoon door de opkoper verbrand en dat is jammer, meent Umrouw. Dus hij beslist wat gaat hij doen met de paddikaf. We hebben wel een paar keren voorstellen gedaan, EBS en dergelijke, energie en dergelijke. Alhoewel is wel vergaderd hierover door EBS en ook een paar deskundigen vanuit Paramaribo. Waar is dit doorgegaan? Dat is erg belangrijk. Je kan energie ontwikkelen, je kan kartonnen van maken en je, nog wat zijn er met paddikaf. En dat ding wordt gewoon in brand gestoken. De opkopers die gaan gewoon pellen, dumpen in de zalweider en in brand steken. En dat is niet goed volgens u? Ook daarmee maken. Dat is heel veel dingen kan je maken. Maar, kijk, wil je iets doen, dan moet je deskundigen hebben. Terwijl deze ministerie heeft geen deskundigen. Umrouw is van mening dat minister Seudin zich door deskundigen van de rijsector moet laten informeren hoe zaken correct gedaan kunnen worden. De rijsboer vindt ook dat in zulke gevallen de politiek niet moet bemoeien, want dan wordt alles kapot gemaakt. Laat de politiek dit achterlaten en probeer het sector op te bouwen met deskundigen. Als zij dat niet gaat doen, want wij gaan kunnen een paar hectare planten, dus dat is het voldoende voor ons. Maar wat gaat de totale bevolking doen? Gaat deze regering kunnen importeren? Rijst. Zelfs op tijd krijg je geen uien en aardappelen. Gaat deze regering dat kunnen doen? Dat is de vraag bij de minister van LVV. Gaat hij dat kunnen doen? Dus hij moet zich gaan veranderen. Hij moet heel netjes erop komen. Laat hij een studie maken daarover. Hij heeft deskundigen, maar hij wil zij niet gebruiken. Hij gebruikt mensen die niks weten. Dus dat zijn de grote problemen. Umrouw hoopt dat president Santokki de brieven in behandeling zal nemen. De werkarmen van het ministerie van LVV zullen ervoor zorgen dat de rijsector kapot gaat, meent Umrouw.